goedemiddag zal ik zeggen, want het is al 4:15 denk ik. Yep. Ik voel me niet heel goed vandaag. Ik weet niet wat het is, maar het wordt zo erger en erger hoe langer dat de dag, hoe verder de dag evolueert. Ik heb een vitamine C tabletje aan het oplossen, hopelijk helpt mij dat. Dat is zo Advil van in Amerika. Ik weet niet juist wat ik heb, maar ik heb een beetje buikpijn, ik heb hoofdpijn. Ik voel me gewoon echt zo, ik weet niet. We moeten zelfs gaan eten. Oké, ik hoop wel dat dat gaat lukken. Want het is met Jolien en Jeno en ik heb er echt wel zin in. Ik kijk er echt naar uit, dus ik wil dat niet afzeggen. Dus hopelijk dat het gaat na dit. Anders ga ik misschien toch eens nadenken wat ik ga doen. Want morgen vertrekken we naar Parijs en met we bedoel ik Céline en ik. Dan kom ik zaterdag terug. Zondag hebben we Sunrise Festival waar we naartoe gaan. Maandag is het Sam zijn verjaardag, dus dan gaan we vieren. Dinsdag is het groot feest van mijn oma, want die wordt 80. Woensdag heb ik ook nog van alles te doen en donderdag vertrek ik naar Amerika. Dus ja. Ik denk misschien dat ik me daarom niet zo heel goed voel, want ik ben mij al heel de tijd aan het opjagen met het denken wat ik nog allemaal moet doen en zo. Oh, ik moet nog zoveel doen, want het is kwartaalafrekening. Ik moet nog vlogs editen. Oh, alles met Totally Two moet in orde zijn. Want Céline gaat ook weg en we overlappen een week. Dus misschien daarom dat ik me aan het opjagen ben. I don't know. Maar ik probeer even mij te ontspannen nu. Met, ja, ik ben aan het editen op mijn laptop, maar ik ben ook voetbal aan het kijken. Het is Zuid-Korea tegen Duitsland. Ze zijn al 30 minuten bezig en het is nog altijd 0-0, hè. Oh, ik krijg zenuwen. Want Zuid-Korea is normaal echt niet zo goed, maar die hebben wel twee kansen op goal gehad. En ik ben voor Duitsland, want voor degene die het niet weten, ik ben half Duits. Mijn papa is een Duitser. Dus ik ben half Duits. En ja, ik stem dus wel op Duitsland. Er is trouwens één speler. Ik weet niet als jullie soms voetbal kijken. Maar als je kijkt naar de matchen van Duitsland. Dan moet je eens letten op Marco Reus. Zijn achternaam wordt als Reus geschreven. Die lijkt echt super hard op Sam. Moet er echt eens op letten. We waren ook in Amerika bij Pasen. En toen zei ook iemand in de lucht hebben van, oh my god, are you Marco Reus? Maar ja, het is niet, hè. Maar die lijkt daar echt super hard op. Je moet daar echt eens op letten. Die speelt meestal wel elke match mee. Dus ja. Oké, ik ga mijn vitaminekes drinken. Oh, ik hoop echt dat ik me beter ga voelen. En ik wil ook nog naar mijn ouders gaan voordat we gaan eten met Jolien en Jeno. Dus dat moet ik ook nog doen. Anders zie ik die ook weer keilang niet. Dus ja, busy. Ah, dat is hem. Oké, wauw. Ik voel me echt slechter en slechter. Ik krijg echt meer en meer hoofdpijn. Dus ik vrees dat ik een migraineaanval aan het krijgen ben of zo. Amai. Ik voel me echt heel slecht. Ik heb net ook even naar Jolien gestuurd, dat ik even ga aanzien hoe ik me ga voelen zelfs. Ik heb een pilletje genomen, dus ik hoop dat het werkt zelfs. Maar als het zo blijft, dan ga ik zelfs mijn bed in moeten kruipen, want ik zit hier nu ook wel echt in het licht, dus dat doet niet echt heel goed. Oh. Ik ben bij mijn ouders, ik voel me wel iets beter. En mijn papa gaat echt aan het wenen zijn, denk ik, om Duitsland is. Hey, wij zijn aangekomen in Geel nu. We gaan hier eten met Jolien en Jeno. Ik voel me terug niet zo heel goed. Ja, ik weet niet wat het is, echt niet. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Maar we will try, hè. Gaan we iets speciaal eten of zo? Nee, we weten ook nog niet waar, dus we gaan even eens moeten zien. Maar op de markt is wel veel en je kunt daar fijn buiten op een terras zitten. Ik kom hier nooit.
Nou, ik ben hier een paar keren geweest, maar altijd bij de post. De post? Ja, zelfs ook met Jolien en Jan. Ah ja? Bij de post. Ja. Dat was wel heel lekker en heel ja, leuk, maar dat was toen binnen. Ik ben benieuwd, ik heb echt honger. Ja? Ja, ja ik niet zo. Ik hoop echt dat ik niet ziek ga worden. Goh, mijn schatje toch. Oh ja. Oké, we zitten al een uur en een half, denk ik. Ja, nog een uur en 20 minuten. Hier zitten allemaal vliegende mieren. Oh, nu is het hier. Oh, we zitten hier dus al heel de tijd te babbelen en ik heb nog niks gevlogd. Maar ze zijn er! Hoi! En we hebben net ons eten gekregen. Het is al een heel dingetje geweest. We hadden drinken besteld, maar dat was gevallen. Maar het kan gebeuren natuurlijk. Hè. Lekker. Ja. Het ziet er wel kei lekker uit. Ja. We zijn nu aan het geocachen. We hebben er net eentje gevonden. Dat is kei gemakkelijk. Onze vrienden zijn populair. Ja, onze vrienden daarachter zijn populair. Die moeten op de foto met een hele school. Die volgen hen denk ik op YouTube. Dus die vroegen voor in de vlog te komen. Dus die staan daar en wij staan hier. Allemaal kids. Niemand wil op de foto met ons. We gaan even zwenen. Ja, we gaan even zwenen. Doei. Oké, we hebben nog een cash gevonden. Een dennenappel. En Jano pakt dat er echt zo gewoon ja, uit. Dat zat daar. Hier. Dit zouden Sam en ik echt niet vinden, nope, denk ik. Uit onze ja, wel hadden keer toch valt toch op. Ja, maar ik denk omdat jullie dat al langer doen, dan ja, weten we kijken dat. Meestal in de hoofd. Wij kijken ja. Meestal omhoog, ja. Dat is waar. Ja, kijk. Jolien heeft vriendjes gemaakt. Ja. Een groot en een klein vriendje. Ja. Ja, en die katten zijn mooi verzorgde paardjes, hè. Die ziet er heel mooi uit. Ja. Tolisa gaat de honden temmen, hè. Deze wil tijd niet gestreeld worden. Ja. Wel een mooie blaas. Hé, witte kop. Je wil belachelijk veel witte kop. Gras nog, hè? Ah, dan heb je twee paarden zo op de wijn. Iemand roept op die. Het is 11 uur ondertussen, maar we hebben de 7 geocaches gevonden. Geocaching at night, hè? Ja, waarvan. Ja, 7 allemaal gevonden, maar 2 konden we er niet. En het is nu nog nemen. Nu nog altijd 21 graden. Woehoe. Dat is ja. Keizaal. Je ziet het, want Jolien loopt nog altijd met haar ik heb nog t-shirt of topje. Topje. En jullie ook met t-shirt, maar ik heb wel een trui aan. Ik ben een kouleier, altijd. Dat is wel zalig, hè? Zo. Kijk daar, ja, een beer. Oh, ja. Oeh. Oh, een beer, een draak. Een beer. Een rode duivelsding. Ja. Oeh, ja, dat is een rode duivelsbeer, ziet denk ik. Dat ziet er eng uit. Een mooi. Goed, ja. Een paard. Wij zijn terug thuis, het is 12:30. Ik heb bukkelcrème opgedaan. Hier. Mijn bukkel ziet er echt kei ontstoken uit. Maar ja. We gaan slapen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. Morgen ga ik naar Parijs. Oh, laat je me in de steek. Ja, sorry. 3 dagen alleen. Ja, sorry. Ik ga met Céline naar Parijs. Ik neem jullie mee, maar hem niet. Tot morgen.